Net zijn vuur aansteken. En dan dat vuur, dat blazen ze dan. Oh, zit de knok al hier? Waar zit hij? Zo jongens, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Vandaag ga ik naar school, zaterdag en donderdag natuurlijk. Dus 6 uur 's morgens, 6:30 bijna. Maar ik ga vandaag iets zien. Want ik heb gisteren een filmpje gezien. Ik weet niet dat ik hem opgeslagen heb op TikTok. Maar dat was. Dat elk mondmasker is volgens mij niet coronaproof. Heb ik op dat filmpje gezien. Want, ja. Dus ik ga 3 mondmaskers hebben. Ik heb 2 reserve in mijn fanny pack zitten. Ik ga nu nog een reserve insteken. Deze ga ik als reserve gebruiken. Mijn andere mondmasker. Want ik heb er ook op school gemaakt. Die zal ik straks laten zien. En zien jullie ze mee met mij terug. En dan zien jullie welke mondmaskers ik allemaal aan heb. Dus tot ziens. Tjo jongens, ik ben terug. Mondmaskers test failed. Failed. Ja, failed. Het ding is, als je dus een mondmasker aan hebt, dan heb je... Wait a minute. Niet wait a minute, maar ik bedoel van... Kijk, dit is nu mijn mondmasker dat ik op school heb gemaakt. Voilà. Niet neutraal wit, maar je ziet het slecht in dit licht. Je ziet zo van die plekken erop zitten en dat is zo. Maar kijk, als je dus een mondmasker opzet, dan heb je dat er hier lucht doorkomt, hier en soms hier. Bij mij is dat nu niet, omdat dat er echt tegen zit. Maar het ding is, als je nu, wacht, sorry, ik heb hier mondmasker 1 aandoen, dus een gewoon mondmasker, hup, mondmasker 2 aandoen. Hup, want ik zei dat ik 3 mondmaskers over elkaar ging doen. En dan hup. En hup. Dan is dat meer afgesloten. Maar ik geef jullie 1 tip. Probeer dat extra mondmasker extra. Dus die 2 extra's. Dan in je mondmasker bij te maken. Want zo is dat echt geen haalbaar. Kijk, als je dus... Kijk, maar ik bedoel... Je zet dat dus altijd af. Maar zie, dan komt dat aan de ene kant los. Dus dat is echt niet haalbaar. Dus je kunt dat beter zo'n mondmasker in je mondmasker al bijmaken. Of veel, echt dikke filters insteken. Bij mij stik er nu niks in, spijtig genoeg. Maar ja, het zal wel langs de corona-regels zijn. Ja. Ik heb dus gezien dat ze vuur aansteken. En dan dat vuur, dat blazen ze dan. Oh, zit de knok al hier? Waar zit hij hier? Volgens mij, die zal hier wel even zitten. Dat maakt niet uit. Maar dan blazen ze tegen een vuur zo. En als dat vuur uitgaat, dan is het een slecht mondmasker. Maar als het vuur niet uitgaat, dan is het een goed mondmasker. Ik zeg nu niet dat ik een... mondmasker... Allee, een vuurtje heb, dat ga ik niet doen. Maar ja, ik ga dus een papiertje voor mijn mond halen. Ik zie dat ik een papier heb. Wel een dunne, want anders. Allee, zo. Papier kan dat makkelijk aan plooien. Kijk, ik heb hier iets van papier. Kijk, je ziet. Beweegt niet. Je ziet dus met zonder mondmasker. Gaat dat wel. Dat is nu een dikker papier. Ik zal dus even zoeken achter een dunner papier. Kom maar eens mee jongens. Hupsa. En natuurlijk meisjes. Voor de meisjes die dat kijken naar mijn kanaal. Altijd weten. Natuurlijk weet ik dat niet. Kijk. Dat is een dunner. En kijk nu mondmasker. Je ziet. Dus dat is eigenlijk een 100% goede mondmasker. Nu wil ik dat eens met zo'n Fragile mondmaskers doen. Zo'n goede kopen. Dat eigenlijk wel goed is, want jongens, het is misschien goede koop, maar het is best wat duurder
dan dat je het oploopt natuurlijk, hè, jongens. Dus kijk, hè. Oh, dat doen we toch niet. Dus die goedkope gaan ook perfect natuurlijk. Maar ik heb liever een kleurbare. Of, allez, vorige keer onze directeur van school had een gave mondmasker. Dat is al lang geleden. Dat is al, denk ik, voor, ja, ik weet niet, voor deze maand geleden. Dus begin schooljaar. Sorry, ik kom er even niet op. Die mondmasker moet ik zo beter terug in mijn fanny pack steken, want dat zijn mijn reserve. Even knopen, kijk, een tip, kijk, wacht, een tip voor je mondmaskers ineens op te vouwen, nu dat ik toch bezig ben met tips. Kijk, dus deze, dat plooide eerst totdat dat terug in zijn oude naart is ongeveer, hup, hup, dat zo is. Dan plooide dat dubbel, dan plooide dat nog eens zo dubbel, dat je dit hebt. En dan kruiste deze, en dan doe je dat, hupsakee. En dan dat ander kruist ook. En dan doet dat er ook over. En dan heb je eigenlijk een mondmasker keigoed in elkaar steken. En ja, ze hebben daar ook tools voor dat te doen. Ik zal dat op Instagram open leggen. Zal ik op Instagram een foto zetten. En dan zal ik erbij schrijven. Van maak een screenshot. Print dat af en maak daarna. Dan heb ik ook zo'n dingen. Maar ja, epsa, 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 epsa. Dus ja, op Instagram staan ze, de mallen staan erop, op Insta. Normaal toch, want ja, het is natuurlijk vandaag dingen, dus ik had er misschien morgen pas op zetten. Wanneer dat deze vlog online staat, dan staat hem er al op waarschijnlijk. Of misschien net niet, dat ik dat niet in de ochtend kan doen. Ja, jullie zien het ooit nog wel op mijn Instagram verschijnen. Dus hou het zeker in de oog. Linkje staat in de beschrijving. Dat ze er nog niet op staan. Mijn gewoon mondmasker. Wat is die? Natuurlijk, deze mondmasker had de vader zo en dat is al goed. Mag ik even hier, dat ik dat niet vergeet. Smetting even uit mijn broek doen. Dat is irritant als hij in mijn broek steekt. Als ik op mijn bed zit. Ja, dan gaan we zien wat ik nog kan kijken voor film. Het is vandaag donderdag. Ik weet niet wat er op donderdag is. Laat het mij weten in de reacties. Ik zoek dat wel op. Jullie moeten het niet alles laten weten. Ik ga wel allemaal bij elkaar liggen. Moet ik eens gezocht. Vanmorgen was ik wel goed eigenlijk. Ik heb mijn klok nu wat vroeger gezet. Dat ik nog even kan rustig wakker worden. Dat ik eigenlijk nog tijd heb om alles bij elkaar te pakken. Onderbroek. De rest wat een jongen moet bij elkaar pakken. Ja. Alles dus eigenlijk. Maar ja. Dus ja. Waarom gebruik ik dat woord altijd dus ja? Ik zeg dat alleen maar in mijn vlog. En kijk, dit heeft de juf te strak met me meegegeven. Het was wel nog goed voor een halve glas, maar ja, minste. Het zit nog in, maar ja, dat krijg ik niet uit. Voor mijn verjaardag. Gekregen van de juf eigenlijk. Ja, een melkje ook. Dan nemen ze dat is bij Tutti Frutti. Misschien de meeste mensen kennen dat. Maar het was een leuk feestje. Morgen nog eens een feestje eigenlijk. Wanneer dat deze vlog online komt, ja. Dan is dat feestje al lang voorbij. Ik kan het niet filmen, jongens. Ik ga het niet kunnen filmen. Misschien kan ik wel eens vragen dat ik een stukje van de film kan filmen. Want ik heb mijn film dagelijks. Die film dat ik elk jaar kijk. Ik zal hem zeker nog eens een foto van trekken. Dan kunnen jullie het ooit eens zien. Kijk, maar ja, die is nu op school, dus ik kan dat nu niet laten zien. Maar ja, nu gaat het over corona-maskers en zo. Dat vond ik eens leuk. Ah ja, nog eentje. Kijk, jongens. Deze is een groen mondmasker. En we denken, waarom een groen mondmasker? Ik moet hem zelfs nog bijwerken, want ja, het zit nog veel te los. Groen mondmasker, greenscreen, snap jullie wel? Dus ja, ik ga dat misschien op mijn gameplay als greenscreen gebruiken. Zullen we dat leuk vinden, laat het zeker weten in de reacties. Maar ik moet nog wat bijknopen natuurlijk. Dus ja, hupsa. En wat ligt er nog allemaal? Verjaardagscadeaus. Een kaartje. Hupsa. Nog van alle tools. Kijk. Zo'n dingen voor Halloween. Die ga ik ooit nog opzetten. Alleen, ja, de helft is er al af. En wat is er nog allemaal? Niks. Jawel, denk ik.
Of het is gevallen. Laat maar. Tot zover. Zo jongens, ik ben terug. Hallo jongens. Sorry dat ik vandaag niet zoveel gevlogd heb. Het is ondertussen al 10:30 bijna. Ik heb nog mijn melkje. Dat is ook weer op. Sorry dat ik vandaag die echt interessante dingen heb gevlogd. Ja, alleen maar over die mondmaskers en mijn bandjes. Ah ja, wat ik wel gedaan heb. Ik heb nog zo'n bandje gemaakt. Roos, rood. Die ga ik aandoen. Die ga ik even aandoen voor de camera. Het is toch 30:30. Ik zal nog wel wat tijd hebben voor mijn vlog. Ah ja, deze kans. Ja, ook wel zo. Misschien jullie dat niet. Natuurlijk, dit is natuurlijk niet zo handig. Omdat ik dat helemaal zelf moet doen. Kijk hè, zo doe ik mijn. Zo, het tweede bandje heb ik aan. Dat was echt raar om dat aan te doen. Maar jongens, ik heb twee bandjes. Ik heb er ook nog een van voor de scouts. Maar ja, die doe ik pas aan wanneer ik naar de scouts ga. Maar ik denk niet dat ik dat al gezegd heb, maar ik ga niet meer rap naar de. Ik ga niet meer naar de scouts met corona en zo. Dus ja, we zullen zien wanneer dat ik terug naar de scouts ga. Hé, maar ik heb wel een nieuw bandje. Ik ga wel de ketting even nog weghangen. En nou ja, dat was dat weer de vlog voor vandaag. Morgen weet ik niet wat te doen. Overmorgen ga ik wel proberen iets te fixen voor mijn verjaardag. Voor boven te kunnen snoepen of ja, voor mijn verjaardag een klein beetje te vieren. Maar er komt nog een after verjaardag sowieso. Er komt nog een stuk verjaardag waar dat we dingen vieren en zo. Bla bla bla. Maar ik zie jullie morgen terug. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet dat blauw duimpje omhoog te doen. Deze keer neem ik mijn outro nog eens op met mijn camera. Dan kan ik er nog eens zien in. Druk ook even op de beltje. Ik bedoel. Abonneer hieronder. Druk ook even op de bel. Doe even een like naar boven. Sorry, ik ben wel moe. Dat zal me heel blij maken. Druk even op dat beltje naast de abonneerknop, zijn jullie altijd op de hoogte van elke video dat ik upload. Ja, en dan zie ik jullie. Ah ja, check mijn social media in de beschrijving. En dan zie ik jullie morgen terug om 4:00, 16:00. En dan zeg ik GG out.